Snelle heeft zojuist weer een nieuw nummer uitgebracht en dat is de eerste single van zijn nieuwe album. Deze single heet In Mijn Bloed en die ga ik jou vandaag leren spelen op gitaar. Allereerst ga ik je leren welke akkoorden je moet spelen in welke vormdelen. En als we daarmee klaar zijn, ga ik je leren hoe je het slagje moet spelen en die is best wel lastig. Dus zorg dat je eerst de akkoorden kunt spelen van elk vormdeel en dat je weet hoe de vorm in elkaar zit. En het slagje is daarna bij elk deel hetzelfde. Als je makkelijker mee wilt lezen of makkelijk mee wilt spelen met Spotify of YouTube, kun je de tekst met akkoorden downloaden via de link in de beschrijving of hier. Ook kun je Patreon van mij worden, waarbij je elke maand een bedrag schenkt aan mij en daardoor krijg je toegang tot alle tabs van alle video's die ik plaats. Hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Ze doen het alsof ze bedoelen het goed, maar waar de tijd niets aan verandert, word ik ooit volwassen. Dat is wat er zit in mijn bloed. Allereerst moet je capo op het zesde vakje neerzetten en we beginnen met het intro. Het intro start met een A-mineur akkoord. Daarna speel je een C-akkoord. Daarna speel je een F-akkoord. En die kun je op een aantal manieren spelen. Gewoon het derde vakje op de D-snaar, tweede vakje op de G-snaar, eerste vakje op de B-snaar en een open E-snaar. Dan heb je een F-majeur 7. Dit is de makkelijkste vorm. Je kan ook je vinger plat leggen. Of alles doorschuiven, zodat je ook het eerste vakje van de E-snaar indrukt. En dan om de basnoot hierbij te spelen, speel je je duim over de hals heen. En dit lukt niet bij elke gitaar. En je kan natuurlijk ook het Barré-akkoord pakken. Dus, het F-akkoord. En daarna speel je het G-akkoord. Dus, A-mineur-akkoord speel je 4 tellen. Daarna weer het C-akkoord 4 tellen. F-akkoord 4 tellen, dan nog 2 tellen erbij, 1, 2 en dan ga je naar de G. Dus vanaf de F is 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, dit stukje nog een keer, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, C, 2, F-akkoord, 2, F-akkoord, naar de G. Nog een keer, A-mineur, naar het C-akkoord. Naar het F-akkoord. Van de F naar de G. Dan gaan we naar het voorrefrein. Het voorrefrein start op een F-akkoord. 2. Daarna ga je naar het G-akkoord. En daarna ga je weer naar het F-akkoord. En daarna ga je weer naar het G-akkoord. Dan krijg je F. 1, 2, 3. En het kon bij ons ook nooit eens normaal gaan. Maar ach, wat is normaal? En dan ga je naar het refrein. Speel je een C-akkoord. Daarna speel je een G-akkoord. Daarna krijg je het A-mineur akkoord. En daarna krijg je het F-akkoord. Dan krijg je dus 1, 2. Hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Daarna speel je het C-akkoord, E-mineur-akkoord, het F-akkoord en daarna het A-mineur en de G. Dus krijg je 1, 2. Ze doen het alsof ze bedoelen het goed, maar waar de tijd niets aan verandert, word ik ooit volwassen, is wat er zit in mijn bloed. Dus heel de refrein gaat zo. 1, 2. Hoe ouder ik word, beter ik begrijp dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Ze doen het alsof ze bedoelen het goed, maar waar de tijd niets aan verandert, word ik ooit volwassen, is wat er zit in mijn bloed. En dan eindig je op het C-akkoord en die heb je ook nodig voor het postchorus. En dat is het stukje wat na het refrein is. En dat is eigenlijk gewoon het eerste deel van het refrein. Dus speel je weer het C-akkoord waar je net op geëindigd bent. Dan speel je het G-akkoord. Dan speel je het A-mineur-akkoord. En dan speel je het F-akkoord. En dan herhaal je
alles nog een keer. En dan kom je weer na het refrein uit bij het na-refrein. En dit na-refrein is ietsje langer. En die is eigenlijk gewoon hetzelfde als het refrein. Dus C, G, A mineur. Dan naar de F, C, E mineur. Dan de F, A mineur. En naar de G. En dan kom je bij de bridge. En de bridge start op het F-akkoord. En daarna krijg je het C-akkoord. Maar met een open dikke E-snaar erboven. Dus krijg je dus een C/E-akkoord. En dan krijg je het G-akkoord. 2, 3, 4. En dan krijg je weer A mineur en G. Dus even dit stukje. 1, 2, 3, 4. F, C/E. G-akkoord. Dan A mineur naar de G. Dan krijg je weer F. Dan krijg je C/E. Dan krijg je de G. En dan krijg je nog een keer de G. En 1, 2, 3, 4. En dat is de bridge. En na deze bridge krijg je het refrein weer. Maar er is één ding anders dan dit refrein. Je speelt namelijk twee keer de eerste regel in plaats van de eerste en de tweede regel. Dus krijg je dit. 1, 2, hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Ze doen het alsof. Da 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 da. F. En dan is die F ook gelijk het laatste akkoord. Dus eigenlijk zou je weer de C verwachten, maar die komt niet. Als je hem nu kunt spelen, kun je een stukje doorspoelen, tenzij je het slagritme graag wil leren. En hieronder kun je de hoofdstukken vinden en daar kun je dan kiezen om nu te blijven kijken of verder te klikken op meespelen met Gijs. Het slagritme gaat als volgt. Down, down, up, up. Down, down, up, up. Dus krijg je als je het couplet speelt, A mineur. Down, down, up, up. En C. Daar hoef je dan dat niet te spelen als er twee akkoorden in de maat zitten. Gewoon één keer, ja? Dus. En de C. En de F. En F. G. Dit tokkeltje wordt nog iets uitgebreider. Namelijk een hammer-on toevoegen. En bij de A mineur is dat je middelvinger, oftewel de D-snaar. Je speelt eerst een losse snaar. En dan hammer je vinger erop. Dus, en dat is bij de tweede downstroke. Dus je krijgt eerst down, hammer. Dus krijg je down, eraf. En dan down, hammer. Down. En dan krijg je upstroke. En dan krijg je nog eigenlijk een keer een downstroke met ook een hammer. Dus. A mineur gaat dus zo. Bij het C-akkoord maak je ook de hammer met je middelvinger. En dat is ook op de D-snaar. Krijg je dus dit. Daarna het F-akkoord is ook met je middelvinger. En dan krijg je... Daar hoef je geen hammer te maken. Dan, het volgende refrein is weer het F-akkoord. Dan krijg je het G-akkoord. En daar hammer je ook weer met je middelvinger. En dat is dan op het tweede vakje van de A-snaar. Down, hammer, up, hammer, F. En dan ga je naar het G-akkoord. En die sla je gewoon één keer aan. En dat is het einde van het voorrefrein. Dan krijg je in het chorus het C-akkoord. G. A mineur. F. Dan krijg je het E mineur. Ook met je middelvinger, althans bij mij, ook het tweede vakje op de A-snaar. F. A mineur. En dan hebben we eigenlijk nu alle akkoorden gehad die je hammert. Oké, nog één stapje verder. Eigenlijk speel je dit slagje gedempt. Net als bij heel veel snelle liedjes en ook heel veel Susanna en Freek liedjes. Je speelt namelijk
met je hand, met deze handpalm, hier achter bij de brug. Zorg nog dat het doorklinkt. Niet dat je niks meer hoort. Je moet nog een beetje doorklinken. En je mag best een beetje, door dit te maken, best een beetje slaan op je snaren. En je maakt eigenlijk gewoon die beweging de hele tijd die ik je net heb aangeleerd. Dus down, hammer, up, up. Maar je ziet ook dat ik die andere noten eigenlijk ook gewoon beweeg. Dus down, up, 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 down, up. Ik blijf deze beweging maken en ik zorg dat ik die noot die ik net heb uitgelegd, dat ik die raak. Dus... En wat je dan precies raakt, maakt niet uit. Je hoeft niet alles te raken. Gewoon hier ergens rond het middengebied is het belangrijkst. Dus A mineur. C. F. A mineur. En zo door. Gaan we hem nu dus helemaal spelen op een wat lager tempo. Komt ie. 1, 2, 3, A mineur, C, F. Herhaal. C, F. En dat was de video. Hopelijk heb ik je een beetje kunnen helpen om in mijn bloed van sneller te kunnen spelen. Als dat zo is, laat het me dan weten in de reacties beneden deze video. Of like de video. En vergeet niet om het akkoordenblad te downloaden via de link in de beschrijving of hier. Tot in de volgende video. Toen ouder ik word, beter ik begrijp, dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Ze doen het alsof, ze bedoelen het goed, maar de tijd niks aan verandert, word ik ooit volwassen.